iets. En wat ik interessant vond ook over die eigenschap van het web, hè, wat ik net zei, dat het web. Dat het web is responsive uit principe. Ja. Ik vond het interessant, er was een prachtige presentatie van Brad Victor. Ja. Briljant figuur op user interface gebied. En die heeft een presentatie voor zichzelf online gezet waarin hij het heeft over computerkunst. Oh. Dus niet zozeer webkunst, maar computerkunst. Ja, ja. En waarin hij onderzoekt naar hoe computerkunst moet afwijken van normale kunst. En wat ik grappig vond, was dat hij met dezelfde problemen zit als waar ik mee zit met webkunst. Dat webkunst. Ja. Eigenlijk het mooie wat hij zei was. Hoe noemde hij het nou? If there's no behavior, it's not native. Dus de, ja, ja, ja. En toen zei hij, met Photoshop kan je een prachtige emulatie van een canvas maken. Dus je kan daarmee doen alsof je een schilderij maakt. Ja. Maar dat is geen webkunst. Of geen internetkunst. Geen computerkunst. Ah. Met After Effects kan je een prachtige emulatie van tv maken. Ja, ja, ja. Maar het is geen computerkunst. Want wat een computer uniek maakt, is dat je ermee kunt interacteren en je kan de computer laten reageren op wat jij doet. En dat is uniek, want dat had tv niet. Ja. En dat had. En dat is dus hoe computerkunst moet werken. En ik vond het zo lekker om te horen van dat ook andere mensen van andere vakgebieden problemen hebben met de producten van Adobe. Ja. Dat niet alleen ik ben. En dus ik heb daar ook een klein stukje over geschreven waarin ik zeg van if it's not adaptive, it's not the web. Dus dat, zijn quote verander ik een klein beetje. Hij zegt if it's not behavior, it's not native. If it's not adaptive, it's not the web. Dus als het zich niet aanpast aan waarmee het bekeken wordt, dan is het niet het web. Maar is dat, ja, dat klinkt een beetje als een beetje semantische discussie die je dan hebt. Ik bedoel, juist in kunst gaat het toch ook over het verkennen van en misschien zelfs het ontkennen van de eigenschappen van het medium waar je kiest. Ja. Ik bedoel, er zijn zat kunstenaars die rotte bananen tegen een canvas hebben geworpen en dat kunst hebben genoemd. Ja. En dat het 3 weken daarna gewoon een smelly canvas is. Nou, oké, tuurlijk. Dus tuurlijk kan je natuurlijk met. Alleen het, je kan met computers kan je canvassen maken. Ik begrijp het punt overigens wel hoor. Met computers kan je tv maken. Er is iets wat computerkunst. Of wat je met computers meer kan doen. Ja. En dat zou in elk geval in een soort van. Kijk, het is. Een van de uitgangspunten moeten zijn van een kunst. Als je een filmpje maakt, dan heb je een filmpje gemaakt. Ja, maar dat is geen computerkunst. Het is kunst die je hebt gemaakt met een computer, maar het is hetzelfde als tv. Hetzelfde als een animatiefilmpje. Met ben ik het niet helemaal mee eens hoor. Okay. Want er zijn echt dingen die je kan doen met computers. Denk aan bijvoorbeeld gegenereerde zaken. Hè? Dus dingen die je echt die niet bestaan in het echte leven. En die je kan genereren. En natuurlijk moet je dat ergens op vastleggen. En dat is inderdaad, dan ga je een medium kiezen. En dat is in dit geval video. Maar, maar hoe het gemaakt wordt, dat kan niet tuurlijk bestaan zonder. Tuurlijk kunnen we nu dingen maken. Tuurlijk kunnen we nu tv maken die we eerder niet konden maken. En tuurlijk kunnen we schilderijen maken of canvassen maken of foto's maken die we eerder niet konden maken. Maar het blijven foto's. Ja, klopt. Nee, het blijven, blijft tv. Ja. Ik vond het wel een mooie. Ik vind hem heel erg mooi. Als je mij vraagt, moet dat zeker in een soort van. Als jij computer of webkunst wil maken, dan moet het respectievelijk interactief / responsive zijn. Ja. En ik denk ook zeker dat dat een van de. Dus als je als kunstenaar aan de slag wil met het web, dan is responsiveness zeg maar het fijnste middel of het fijnste eigenschap van het web waar je mee kan spelen. Het is hoe het in elkaar zit. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dus als je dat negeert, dan maak je niet, maak je niet volop gebruik van de mogelijkheden. Nee, het is nee, net absoluut. Zoals als olieverf gebruiken en dat heel dunnetjes aanbrengen. Weet je, olieverf, juist door die structuur en door de klonten kan je daar iets bijzonders mee doen. En ja, door precies, het langzaam opdroogt of zelfs
niet opdroogt in sommige gevallen. Dat zijn unieke eigenschappen. Daar ja. doe je wat mee. Daar werk je mee als kunstenaar. Als je dat niet doet, ja, dan is dat dan is het een beetje zonde van je geld. Dan is het video of canvas kunst, maar dan op een computer. Ja. Dus dan ja, en dat is op zich wel grappig. Hè? Ik bedoel, dat was met schilderkunst. Toen de fotografie werd geïntroduceerd, toen zeiden ze van ja, dat is gewoon schilderen, maar dan dat je daar een apparaat voor gebruikt. Ja. Het is een manier om een plaatje vast te leggen. Dat was ook wat ze deden, hè? De eerste foto's leken op schilderijen, hadden dezelfde ja. soorten composities. Ja. Hetzelfde geldt voor mensen film. Mensen moesten ook stilstaan, hè? Want anders ja. deed hij het niet. Ja, anders had je blurs. Ja. Maar ook met film was het natuurlijk hetzelfde. De eerste video's, de eerste film, dat waren toneelstukken. Ja. Gewoon met een statief camera neergezet. Geen camerabeweging, maar gewoon puur een toneelstuk. Ja, ja, ja. Dat werkt natuurlijk. Maar later kom je er pas achter als je ermee speelt. Maar inmiddels, het web is al 20 jaar. We mogen er wel eens mee gaan spelen. Zo, echt wel. We mogen er wel eens wat mee gaan doen. We mogen het eens een keertje daadwerkelijk met die responsive gaan maken. Ja, het gebeurt wel. Hè. Het is, weet je, ik ben altijd heel negatief erover en inmiddels gebeurt het echt hartstikke veel. Dus ja. Er worden echt wel mooie dingen gemaakt. Nee, maar het scherpzetten daarvan, dat is zeker ook wel erg. Dat is belangrijk. Want misschien dat er zat mensen zijn zo die denken van ja, maar ik weet niet wat nou hetgeen is wat ik nou met het internet moet. Ja. Wat mijn kunst tot echte ware webkunst maakt. Ja. Ik ga trouwens even die camera eraf halen. Ja. Terwijl we verder praten. Oh. Doe dat, sorry.